Hartelijk welkom bij weer een video in onze serie Lightburn in Depth, waar ik wat functies uit ga lichten, simpelweg omdat ik ze tegenkom of omdat het me gevraagd wordt. Vandaag had ik contact met een van onze YouTube-volgers en het ging daarbij om een afbeelding waar hij een gedeelte uit wilde hebben, een cirkel uit wilde hebben. Dat noemen ze masking, noemen ze dat. Dit kun je met externe software als imager, maar ik gaf al aan vanmiddag aan de gebruiker dat dit ook met Lightburn zou moeten kunnen, alleen dat ik het even niet uit mijn hoofd wist en ik heb dat even opgezocht en vandaar deze video. Nou, hoe werkt dit? Het eerste wat we gaan doen, ik ga een afbeelding importeren. Ik heb simpelweg een afbeelding van het internet gedownload. Het is dus geen familie, het is ook niet mijn vrouw. Dat zou ik willen. maar er komt een mooie jonge dame tevoorschijn en we gaan er even op inzoomen. Zo, want dat is wel aardig. Maar we willen eigenlijk alleen maar een cirkel zo'n beetje rond haar hoofd hebben. Oké, wat gaan we nou doen? We pakken nu de cirkelknop. En om een exacte cirkel te maken, dat weten we, moeten we de shift-toets ingedrukt houden als ik hem teken. Anders wordt het een ovaal. Zo, ik maak hem bewust even helemaal op de verkeerde plek en verkeerde grootte en dat soort dingen meer. En ik zet die cirkel, en dat kun je ook al zien, hier is die namelijk, die zet ik op een toolpad. Op zich niet zo belangrijk, maar kan handig zijn. Oké, nu komt de stap waarin we het gaan maskeren. We gaan op de afbeelding staan, we doen rechtsklikken op de afbeelding. Wel even de afbeelding selecteren natuurlijk. Rechtsklikken op de afbeelding. En dan... Dan komt een hele belangrijke, sorry. Alles selecteren. Dat is heel belangrijk. Alles selecteren. Hoppakee. Nu ga ik weer op de afbeelding staan. Nu pas ik bijna onderaan masker toepassen op afbeelding. Dus dat doen we. Masker toepassen op afbeelding. Hoppakee, klaar. Maar je ziet dat die rand er nog omheen zit. En dat laat ik heel even zitten. Maar daar kom ik zo op terug. Ik doe even deselecteren. En ik ga nu alleen het rondje van de toolpad selecteren. En als ik die nou ga bewegen, dan zul je zien dat de afbeelding er nog gewoon onder zit. Dus ik kan hem nu perfect gaan placeren. En ik kan hem ook kleiner maken. Dus als ik hem echt, als ik de dame echt zo erop wil hebben, noem maar wat, hè, dan is dit bijvoorbeeld een hele goede optie. We hebben echter nog wel steeds dat kader eromheen. Ja? Nou, wat gaan we nou doen? We gaan weer op de foto rechtsklikken. En nu kiezen we voor de optie afbeeldingsmasker vlakken. En voilà, we hebben alleen de afbeelding over. Wil je nu die afbeelding uitsnijden? Ook dat is mogelijk. Want dan gaan we weer even terug naar dat... Naar de afbeelding, zeg maar. Dan zouden we eigenlijk hier weer zo'n cirkel op moeten trekken. Weer eentje die met het toolpad overeenkomt in eerste instantie. Shift ingedrukt houden. Nou. Ik doe hem te vroeg los. Waardoor die niet meer rond is. Nou, dat kunnen we oplossen door hierboven de waardes hetzelfde te maken natuurlijk. Dus ik doe even de waardes hetzelfde maken. Ik laat altijd die knop te vroeg los. Ik zet hem er nu overheen. En ik maak daar een lijn van. Dus ik maak van dat hulpmiddel, sorry, andere kleur. En ik maak daar een lijn van. En dan kan ik hem ook nog eens een keer gaan uitsnijden. Nou, hier zie je dus hoe je in Lightburn zelf een afbeelding kunt maskeren. Met die maskering kunt spelen. En dit geldt natuurlijk ook voor de andere vormen. Met het vierkant of de rechthoek of de veelhoek. Net wat je wilt. En dat vervolgens kunt laseren. Of snijden. Net wat je wilt. Ik hoop dat je iets aan deze video hebt. Tot de volgende keer. Daag.